Like deze video voor 12 uur lang extra geluk. Er is een Roblox-speler genaamd Melvin. Er zullen er wel meer zijn, maar er gaat een mysterieus verhaal achter schuil. Wanneer is Roblox uitgekomen? Op 1 september 2006. Dat was dus het moment waarop mensen Roblox voor de eerste keer konden spelen en een account konden aanmaken. Dit is het profiel van Melvin. 0 vrienden, 0 volgers en hij volgt niemand. Maar wat opvalt, hij heeft zijn account al sinds 31 augustus 2006. Dat is dus 1 dag eerder dan dat Roblox uitkwam. En in die bijna 20 jaar heeft hij nog nooit Roblox gespeeld. 0. Maar toch zijn er mensen die zeggen hem te hebben gezien. Ja, maar Job, het is Melvin. Boeien. Nou ja, er wordt gezegd dat als je Melvin ziet in Roblox, dat je er als hem gaat uitzien. Dat het doel van Melvin is om elke speler op hem te laten lijken. Klinkt als gewoon een spannend verhaal, maar toen zag ik dit. Rechtsbovenaan heb je een bel-icoontje en daar zag ik een vriendschapsverzoek. Ik klik er even op van Melvin. Je hoort het goed. Deze speler heeft bijna 20 jaar zijn Roblox-account. En ik zou zijn eerste vriend kunnen worden. Ja, maar Job, je vertelt net dat het best wel spannend is. Dus wil je dat wel? Vraag je dat nou serieus? Zie ik eruit als iemand die dom is of zo? Natuurlijk wil ik dat. Voor de wetenschap. Oké, we herladen de pagina. Oh my gosh. Wij zijn officieel de eerste en enige vriend van Melvin. Op naar Brookhaven. Om eerlijk te zijn, vind ik dit best wel een beetje spannend. Dus ik heb ervoor gekozen om in mijn eigen server te gaan. Hier is dus niemand anders behalve ik. Misschien een goed idee dat we wat boodschappen gaan doen. Wat hoorde ik nou? 2 seconden. Wacht even. Melvin heeft me een bericht gestuurd. Melvin. Aangenaam. DutchTuber. Hij is aan het typen. Melvin, zegt hij weer. Nee, ik ben DutchTuber. Ik snap het niet helemaal. Hij is weer aan het typen. M-E-L-V-I-N. Melvin. Wacht even. Het verhaal vertelt dat Melvin wil dat iedereen als hem wordt. Nee, nee. Ik ben DutchTuber. Geen Melvin. Oké, weet je, ik ben er klaar mee. Wat hoor ik nou? Oh ja, ik heb Roblox nog openstaan. Momentje. Maar wacht, dit is mijn privé-server. Hoezo hoor ik voetstappen? Dat is hem. Wacht even, maar dat kan toch niet? Je vriend Melvin is de game gejoined. Oh nee. Het verhaal luidt dat hoe dichter je bij Melvin in de buurt komt... Wacht, waar is die nou? Hoe meer je op hem begint te lijken. En dat als je dan 100% op hem lijkt, hij jou vanaf dat moment bestuurt. Ik snap het niet. Ik zag hem hier toch net naar binnen lopen. Wacht even. Oké, misschien is het omdat ik niet oplet, maar hij is vanaf het restaurant naar het hotel gegaan. En heeft een kamer. Oké, weet je wat ik doe? Ik ben slim. Ik kies zelf ook even een kamer. Dat stel voor er gebeurt daar iets, dat ik altijd nog naar die van mezelf kan en de deur op slot kan doen. Melvin? Melvin, hallo? Ik denk dat hij hier niet is. Wacht even. Volgens mij hoorde ik... Het komt bij de kast vandaan. Melvin? Hallo? Oh, oh. Melvin, ik... Waar is die nou? Het leek alsof hij zichzelf wegteleporteerde. Dit is zo raar. Misschien is het een goed moment om naar clues te zoeken. Ik vind het zo balen dat de spiegels in Brookhaven niet werken. Zo kun je jezelf nooit zien. Je moet letterlijk elke keer uitzoomen. Huh. Oh my gosh, het is waar. Ik ben in hem aan het veranderen. Kijk naar mijn outfit. Oké, misschien kan ik beter... Wat hoorde ik nou? Het klonk als een deur die opengebroken werd. Wacht even. Wacht, wat? Ik heb mijn deur toch dicht gedaan? Alles is rood van binnen. Dat zijn lasers. Ik kan mijn eigen kamer niet meer in. Melvin? Waar gaat hij naartoe? Oké, wacht, er zit maar 1 ding op. Ik heb niet voor niets al die obby's gespeeld. Voorzichtig, voorzichtig. Oeh. Oké, rustig. Oké, perfect. Melvin, ik weet dat je daar binnen bent. Oeh. Wat? Kan die nou echt teleporteren en ik kan mezelf nog steeds niet in de spiegel zien? Oké, weet je wat we doen? Dit is niet mijn gezicht. Het is aan het gebeuren. Ik verander in hem. Oké, wacht. We moeten nu gewoon van hem weg blijven. Hem niet opzoeken. Hij staat voor de deur. Oké, wacht. Gelukkig weet ik als de beste hoe je kunt glitchen in Brookhaven. Oké, perfect. En... Oh nee. Hij heeft volgens mij niet door dat we hem zien. Wat is die aan het doen? Oké, weet je, ik heb een beter idee. Voorzichtig, oppassen voor de lasers, anders gaan we af. Nu we weten dat hij daar binnen is, wat de hotelkamer is, kunnen we misschien zoeken naar zijn huis. Als er ergens bewijsmateriaal te vinden is van wat hij wil, wat zijn plan is, dan is het daar. Oké, ik denk dat ik het heb gevonden. Het huis van Melvin. Er moet hier toch iets liggen waar we wat mee kunnen. Oh! Oh nee, dit zijn denk ik alle spelers die door Melvin zijn overgenomen. Alle spelers die in hem zijn veranderd. Oké, we moeten hier snel weg. Iedereen is Melvin. En daar is die. Nee, nee, nee. Ik wil niet veranderen in een andere speler. Ik ben mij. Oké, er zit maar 1 ding op. En dit is wat ik de vorige keer ook probeerde. Toen Annie achter ons aan zat. Hup.
We gaan namelijk naar de hoek van het zwembad. En we gaan door de geheime gang heen. Ik zit vast. Oké, kom op. Perfect. Oké, we moeten snel zijn, want... Wow, zagen jullie dat? Er stond ineens Melvin in beeld. Oké, gelukkig weet ik welke kant ik op moet. Weer. Het gebeurt weer. Ik snap het niet. Waarom gebeurt dit? Nee. Oh nee, het is nu echt bijna zover. Oké, luister. Jawel, Melvin, luister. Ik verander niet in jou. Ja, ja. Heel grappig. Luister, het is simpel. Ik... Wat? Ik zit in een ander spel. En oh nee, er zijn meerdere spelers. Oh, jongens, wacht. Nee, ga daar niet naartoe. Ik... En ze zijn weg. Wacht even, ik snap het denk ik al. Dit is het spel waar Melvin je uiteindelijk naartoe teleporteert. Zijn spel. Het spel waarvan hij hoopt dat spelers doorlopen. Zodat ze uiteindelijk in hem kunnen veranderen. Nee, jullie moeten niet doorlopen, want dan verdwijnen jullie. Doe het nou niet. Oh nee, al die spelers. Ze veranderen allemaal in Melvin. Oké, die jongen die komt terug. Goed zo, luister. En hij is weg. Oké, luister, er zit maar één ding op. Om Melvin te verwoesten, moeten wij Melvin zijn. Hij staat het meest bekend... om zijn kapsel. Oh nee, ik weet niet of ik wel wil. Oké, we gaan gewoon verder. Ik ben in ieder geval niet alleen. Dat is fijn. Rozijn. Sorry, als ik bang ben, dan ga ik rijmen. Oké, wacht. Waar moet ik naartoe? Ik zie niks. Oh, wacht, dat is het haar van Melvin. Moeten we er naartoe? Huh. Je bent gekikt van dit spel. Melvin is terug. Ik kan niks meer. Ik kan alleen op leave drukken. En dan sluit Roblox zichzelf af. Dit was... eigenlijk ook best wel cool, maar ook creepy. Oké, ik ben weer terug in Brookhaven. En gelukkig ben ik mezelf weer. En perfect! Wacht, wat? Echt waar hoor, heel goed gedaan. Wat, waarom staan hier allemaal camera's? En waarom staan er hekken? Dit is een filmset. Je deed het zo goed. Wacht even, een filmset? Je wil zeggen dat alles wat er net gebeurde is gefilmd? Wat? Jazeker. De skeletten in mijn huis? Niet echt. De lasers in het hotel net? Ook niet echt. En zelfs ik ben niet echt. Wacht, Pop! Jij was Melvin? Jazeker. En gisteren was ik een tafel. Daarom dat alle borden kapot zijn gevallen. Je staat niet stil. Bob, luister. Dit is niet grappig. Ik was super bang. Leuk, hè? Ja, oké. Misschien een beetje. Nee, ik was... Bob, ik heb in mijn broek geplast. Daarvoor zijn luiers. Bob, ik ga geen luiers dragen. Oké, weet je wat? Goed gedaan. Je was met de slim af. Ik ga een taco halen. Ach ja, zie het zo. Het was een leuk avontuur. Wow. Ik dacht even dat ik hem zag. Sorry. Ja, misschien moet ik maar weer voor Brookhaven gaan. Is dat een krant? Dat meisje had een krant als hoed. Wow, moet je dat zien. Dat is misschien wel mijn favoriete ding aan Brookhaven. Elke keer dat je in het spel joint, zie je wel weer iets nieuws. Dit is de eerste keer dat ik het rakethuis letterlijk gewoon bij de spawn zie staan. We kunnen het rakethuis in, het mysterieuze huis en dit ziet er gezellig uit. Alleen de deur is niet open. Dus dan kan ik niet naar binnen. Of misschien ook wel... Oh, wat? Ze heeft letterlijk een ijskarretje staan. Ik heb wel zin in een ijsje. Dus eerst breek ik in en daarna steel ik iemand zijn ijs. Dat is niet aardig. Dit is wel echt een supergezellig huis. En de wc-bril zit lekker. Oké, ik ga weer naar buiten toe. Want wat ik eigenlijk wil doen is kijken op het roze dak waarom er helemaal niks op dat bord staat. Eerder stond er Melvin. Maar nu staat er niks. Abonneer voor meer en adios.